Niet meer dan 40 kilometer is het maar rijden. Dat is toch wel prettig omdat het een inhaalwedstrijd is. In ieder geval hoeft AC niet te ver te reizen om een eerste grote kans te krijgen. En die kans is wel heel groot. Willemsen op Kwee en daarna nog een keer Willemsen. Maar die schiet recht in de handen van Richard van Nieuwkoop. Eerste serieuze kans daar voor AFC. 17e staan ze met maar 2 overwinningen dit seizoen. Hier wat vasthouden. Plus een vrije trap voor Rijnsburgse boys. Dat bij een overwinning naar de 8e plaats stijgt. Het is een hele brede middenmoot daar in de tweede divisie. En dit is een fraaie vrije trap. En de rebound moet er dan in. Zeker van hem zou je toch zeggen. Tillema, die er al 9 in heeft liggen dit seizoen. Krijgt de kans voor zijn 10e. Maar schiet die bal recht op Zonneveld. Rijnsburgse boys neemt de wedstrijd wel meer en meer over. Poging is er van Jongenelen. En zo is het thuispubliek vermoedelijk in ieder geval tevreden. Want meer en meer Rijnsburgse boys in de aanval. Dit is de volgende kans en die is heel groot. Het is een slap schot en een slappe voorzet. Wat het ook precies is, het levert in ieder geval niks op. Het was de poging van Van Ooyen. Maar de 1-0 zit er wel aan te komen voor de thuisploeg. Daar is de volgende kans. Kopballetje van Mikey Parami. We kennen hem nog van VVSB. Van het bekersucces daar waar hij een groot aandeel in had. Nu de speler van Rijnsburgse boys. Eindelijk AFC weer eens in de aanval. Corner afgedwongen door Bosma. AFC heeft het moeilijk. Corner kort genomen. Laat Rijnsburgse boys zich toch verrassen. Voorzet is goed. De kopbal voorlangs. En daar bijna nog ingeschoten bij de tweede paal. Rijnsburgse boys is beter, is sterker. Maar valt af en toe achterin in slaap lijkt het. Waardoor AFC toch ook nog kansen krijgt. 0-0 bij rust. Daar mag vooral AFC niet over klagen. In de tweede helft is Rijnsburgse boys meteen weer weg. Is daar de volgende kans. Mooie solo, maar voorlangs geschoten door Jeffrey Jongenelen. Het is het verhaal bij Rijnsburgse boys. Tot nu toe zoveel kansen. Enorme kansen, maar die niet afmaken in wat de eerste ontmoeting ooit is tussen beide clubs in competitieverband. Nog nooit kwamen ze elkaar tegen. Wel vriendschappelijk, maar in ieder geval niet in competitieverband. Ploeg van Pieter Mulders. De trainer van Rijnsburgse boys met de corner. Die is in eerste instantie niet best. Dan nog maar eens voor het doel draaien. Dat is al beter. En daar is Zonneveld met de redding. Dus er wordt wat vuurwerk afgestoken. Vandaar dat het beeld ook even wat minder is. Het is wel degelijk AFC in de aanval. Komt er ook een schot. Ja, nou, schotje. Halve voorzet. Gaat in ieder geval voorlangs. André Wetzel, de opvolger van Don Duchatelier bij AFC. Maar nog geen punt gepakt onder Wetzel. En daar is Rijnsburgse boys alweer met Jongenelen. Magie Jans in de achtervolging. Die stopt hem niet af. Oh, heerlijk paasje op Parami. Het is geen buitenspel. En dan is daar de volkomen verdiende voorsprong voor Rijnsburgse boys. Maar wat een heerlijke actie van Jeffrey Jongenelen. Paas op precies het juiste moment. En dan heel slim over de keeper gewipt door Parami. Eindelijk een fraaie aanval ook. Fraai afgerond door Rijnsburgse boys. En dat is meteen een impuls om nog meer aan te gaan vallen. Want dit is amper een paar minuten later. Daar is de volgende kans alweer. Hoog overgeschoten door Tillema. Die heeft toch aardig wat kansen gehad om zijn 10e van het seizoen te maken. Maar dat lukt maar niet. En nog steeds in die fase vlak na de 1-0. Rijnsburgse boys in de aanval. Daar is Tillema. Uitstekende actie. Heeft hij ook het overzicht. Hij moet even wachten op wat ondersteuning voor het doel. Daar is de voorzet. Daar is Van Ooyen. En daar is de bal weer niet lekker geraakt. Het is en het blijft spannend. En dat komt toch vooral door de thuisploeg. Waar notabene de keeper zou worden uitgeroepen tot man van de wedstrijd. Terwijl hij niet eens heel veel te doen heeft gehad. Ja, de aanvallers missen misschien wel iets te veel kansen om daar een man van de wedstrijd te kiezen. Daar is de volgende in aantocht. Daar is weer de redding van Zonneveld. Die houdt in ieder geval heel veel tegen. Het schot was van Wesley Goeman. En het schot daarna ongevaarlijk van Tillema. Oeh, Magie Jansen zit er helemaal naast. Nu dan invaller Max Zuidepol. Heeft hij het overzicht om de wedstrijd te beslissen? Gaat er makkelijk langs, maar krijgt de bal ook niet meer voor. En ook de oudspeler van Kwik krijgt het niet voor elkaar om die 2-0 te maken. Dus leeft de ploeg van Wetzel nog. We zitten dus in de 90ste minuut. En bij Rijnsburgse boys zien ze het allemaal aankomen. Zoveel kansen gemist. En komt dan in de slotfase nog een gelijkmaker. De actie is vrij. Zaimi schiet recht op
De doelman van Rijnsburgse Boys die dan eindelijk ook eens een keer wat te doen heeft. Daar is de volgende kans. Weer een kans. Krijgen ze hem erin? Ja, nee. Hens geclaimd. Maar het spel gaat door. Het is een enorme schiettent, maar de bal gaat er uiteindelijk niet in. Op miraculeuze wijze ontsnapt Rijnsburgse Boys aan de gelijkmaker. Ze winnen uiteindelijk heel nipt, maar ook heel erg verdiend. Met 1-0 van AFC, dat 17e blijft.